Ik heb deze rammelaar gehaakt. Daarvoor gebruikte ik de Phil Douche, de Phil Cotton 3 en de Yarn & Colors Minis, haaknaald 3 en haaknaald 2 en uiteraard een rammel. Ik heb de rammelaar gehaakt door eerst de ring te omhaken en die heb ik ook vastgenaaid. Ik heb het hoofd losgehaakt, waarbij ik het laatste deel in de achterste lussen haakte. Ik heb hem helemaal dicht gehaakt en later heb ik het pluisgaren erop gehaakt. Die lussen zijn heel goed zichtbaar en daardoor kun je het pluis heel makkelijk erop haken. Ik ga dat nu even laten zien. Ik heb een proeflapje gehaakt in de achterste lussen. Je ziet nu, zeg maar, als je naar het haakwerk kijkt, zie je allemaal enkele lusjes op je werk. We gaan nu met pluis, met de douche, gaan we dit garen erop haken. Ik maak daarvoor een opzetlusje in het garen, in de douche. Ik trek hem iets kleiner. Ik gebruik hier ook haaknaald 3 voor. En dan kijk je heel even, waar is je eerste lusje ongeveer? Nou, dat is in mijn geval hier. En daar ga ik dan de eerste vast op haken. Dus ik steek mijn haaknaald onder het lusje door. Maak een omslag en haal hem door. En zo heb ik de eerste vaste. Nu ga ik op elk lusje één vaste haken. En omdat ik in de spiraal gehaakt heb, kun je gewoon doorhaken tot je lusjes op zijn. En je haakt dan door tot al je lusjes op zijn. En de eind- en begindraad die kun je gewoon naar binnen toe wegwerken in het hoofd van het schaapje. En zoals je ook ziet, zie je eigenlijk helemaal niks meer van het haakwerk wat eronder zit. Ik heb gekozen voor een neutrale kleur. Nou ja, je kunt gaan voor donkerblauw koraal. Er zijn heel veel kleuren. Het patroon vind je op onze website. En tot de volgende keer.